Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik lekker kletsen en al mijn updates met jullie delen over het leven en het komende jaar, want het zijn er nogal wat. Ondertussen ga ik lekker mijn make-up doen, dus ben jij benieuwd hoe ik mijn make-up doe, wat ik allemaal te vertellen heb? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en laten we snel beginnen met deze video. Zo, ik heb net mijn haar gekruld, maar dat moet echt nog even heel erg uitzakken. Tijd voor mijn dagcreme. Trouwens, ik kan niet heel goed twee dingen tegelijk, dus de producten die ik gebruik zou ik wel in de beschrijving linken. Maar nu ik het toch over heb, mijn huid is echt voor mij doen... echt heel erg goed. Ik heb hier dan nog wel, nou ja, eigenlijk een rood plekje. Want het is een opgedroogde pukkel. Daarvoor gebruik ik dus Paula's Choice. Echt top spul, die exfoliant. Maar goed, ik begin altijd gewoon met een dagcreme. En ik dacht, oh, dit is trouwens de Edelweiss van de Body Shop. Zoals ik zei, ik ga alles even in de beschrijving linken. Want ik kan echt niet praten en vertellen wat ik doe. Gaat niet goed. Dus... ik dacht, weet je, we gaan gewoon lekker even weer kletsen. Dat is zo lang geleden dat ik echt weer even gewoon lekker ga kletsen met jullie. En jullie even bijpraat over alles en nog wat. Ja, het is natuurlijk nu 2023, nieuw jaar. Als ik trouwens daarin kijk, dan komt dat door mijn spiegel, want die staat hier. Maar dit jaartje gaat zo'n mooi en bijzonder jaartje worden. Ik zal er nu straks wel wat meer over vertellen. Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoe jullie het jaar hebben afgesloten. Of jullie een mooie jaarwisseling hebben gehad. Leuke kerstdagen, feestdagen. En als dat niet zo is, dan hoop ik echt dat 2023 helemaal jouw jaartje gaat worden. Heb vertrouwen, er is licht aan het einde van de tunnel. Ik weet dat dat echt soms heel lastig te geloven is. Been there, done that. Nou ja, zoals jullie wisten, als je me natuurlijk wat langer volgt. Dan weet je dat ik best wel heb gestruggeld met mijn mentale gezondheid. Nu gaat dat dus eigenlijk sinds een klein jaartje echt zo goed. Ik ben er echt zo blij mee. Ik had het echt nooit verwacht. Ik denk dat ik me nog nooit zo gelukkig en goed heb gevoeld. Dus daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Maar ik heb dus... ik dacht nu een nieuwe jaar. Misschien wil je wat meer aan je... mentale gezondheid werken of zit je gewoon echt even in een dip. Ik heb dus toen verschillende mentale gezondheidsvideo's gemaakt over mental health. Ook van mijn eigen ervaring waar ik last van had. Ik had namelijk een burn-out. Eind 2019 is dat eigenlijk gebeurd. Is dat allemaal gaan rollen, zeg maar. Nou ja, en daardoor depressief geraakt en een angststoornis ontwikkeld. Dus het was eigenlijk alles tegelijk. Het was echt verschrikkelijk. Maar daar heb ik dus verschillende video's over gemaakt. Omdat ik toen heel erg merkte dat ik niet begrepen werd. Ook vanuit doktoren en zo. Maar dat ik het heel fijn vond als ik dus wel begrepen werd. En een soort van herkenning kreeg. En dat kreeg ik zelf toen heel erg van... Geert heette die volgens mij, van angst overwinnen. Dus ik dacht, weet je, als ik dat zo erg van hem krijg en die motivatie en gewoon alleen al van je bent niet alleen, dacht ik, ik moet hier anderen ook mee gaan helpen. Dus toen ben ik een serie gestart en dat heette Mental Monday. Dat ik op elke maandag van januari, volgens mij, een video daarover maakte. Ook met mijn ervaring, mijn verhaal, wat tips. Want ik heb uiteindelijk 2 jaar bij een psycholoog gelopen. Dus heel wat ervaring. ik zal anders die video's hierboven even of in de beschrijving linken. Mocht je daar naar willen kijken. Ik vind het toch wel heel mooi om terug te zien ook. Hoe ik nu erin sta en hoe ik er toen in stond. Ja, ik ben echt stappen vooruit gegaan. En dat mag ik echt wel zeggen over mezelf. Daar ben ik ook ontzettend trots op. Ik kan gewoon weer werken. Ik kan gewoon weer later naar bed. Ik kan gewoon weer 's middags dingen doen zonder dat ik moet slapen. Ik kan überhaupt weer dingen doen zonder dat ik overprikkeld ben van alleen al een Action bezoekje. Als je dat verhaal kent, dan ben je echt een trouwe volger. Dus echt ontzettend blij mee. Maar goed, 2023, dat gaat me nog wel een jaartje worden. Trouwens, voor ik verder ga met mijn verhaal, ik heb straks een afspraak. Dus daarvoor ben ik me nu ook aan het klaarmaken. Ik ga straks een paspoort ophalen of laten maken. Daarover vertel ik ook nog meer.
Maar ja, ik moet dus even een beetje opschieten. Want ik heb straks dus die afspraak. Dus ik dacht, perfecte timing om even mijn Y-foodje er weer bij te pakken. Ik ben echt helemaal in de ban van dit. Dit is Y-food, mocht je het niet kennen. Dit is dus eigenlijk gewoon een drankje die ervoor zorgt dat jij 5 tot 8 uur lang vol zit. Nou ja, en ik gebruik het nu gewoon echt super chill. Omdat ik gewoon eigenlijk haast heb en niet echt tijd heb om en te filmen en ontbijt te maken en klaar te maken. Dus ik dacht, weet je, ontbijt skip ik. Of nou ja, skip ik niet. Ik pak mijn Y-foodje erbij en dan kan ik ondertussen gewoon klaarmaken en filmen. Dus eigenlijk gewoon 2 vliegen in 1 klap. Heel chill voor onderweg als je even haast hebt. Hier zit trouwens ook mega veel eiwitten in. Dus dat is ook een goede als je heel erg veel bezig bent met sporten. Ja, ik ben echt fan van Y-food. Het vult gewoon lekker. En ik vind deze smaak echt zo lekker. Dit is vanille. Mijn favoriete smaak. Ik vind de cold brew koffie ook ontzettend lekker. Maar je hebt echt nog zoveel meer smaken. Ik heb dus nog een kortingscode voor jullie voor Y-food. Ik zal hem ook alle gegevens in de beschrijving zetten. Met de code FLOORYOUTUBE krijg je 10% korting op Y-food op je bestelling. Dus check even de beschrijving. Ik wil Y-food bedanken voor dit lekkere drankje natuurlijk. En voor het sponsoren van deze video. Heel erg bedankt. Ik ga lekker dit drankje even nuttigen, want de meid heeft haast. Wat ik trouwens ook top vind. De fles is 100% recyclebaar. En lactose en glutenvrij. Ik kan dus echt niet heel goed tegen lactose. Ik drink eigenlijk alleen maar havermelk. Ja, gewoon melk op basis van sojabonen en zo. Of haver. Dus dan vind ik dit echt top. Ik ga echt niet goed op melk. En daarbij krijg ik daar ook heel snel pukkels van. Dus helemaal chill. Ondertussen drink ik deze lekker op. En ga ik verder met mijn make-up. Oké, ik heb even foundation opgedaan. Niet dat ik dat per se nu nodig heb, maar ik vind het toch altijd wel mooi. Ik gebruik altijd nog die van Kiko, dus echt mijn favoriet. Ik heb ook die van Estée Lauder, de Double Wear, maar deze is eigenlijk wat te licht voor mij. Dus dan ben ik echt een sprookje. Ik moet zeggen dat ik normaal rond deze tijd echt wel witter ben. Maar ik denk dat ik gewoon wat lekkerder in mijn vel zit, dus dat dan mijn pipsheid ook een beetje vertrekt. Dus eigenlijk heb ik deze niet helemaal meer nodig, omdat het niet helemaal mijn kleur is. Maar ik vind het ook zonde om weg te halen of weg te doen. Ik ga nu concealer op doen. Deze is van Catrice. Echt, ik zweer bij deze concealer. Ik gebruik altijd die van Elf. Echt een top concealer is dat. Heel dekkend, maar niet te dik, zeg maar. Gewoon echt top. Maar ik heb dus deze ontdekt. De True Skin High Coverage van Catrice. Deze, dit is echt helemaal mijn favoriet. Beter dan die van Elf. Lekker budgetproof. Echt, sla deze in. Maar goed, wat eigenlijk mijn planning is voor dit jaar. Ik ben niet zo van New Year, New Me. Ik wil juist minder plannen. Hoe ik dat in 2022 heb gedaan, zet ik gewoon lekker door. Dus ik hou dat gewoon vast. Maar wel heb ik gewoon wat meer dingen gewoon, bijvoorbeeld in 2022 heb ik een nieuwe skill ontdekt. Ik was heel erg zoekende van wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik leuk. Nou ja, en toen heb ik dus armbreien geleerd. Mocht je dat niet kennen, ik zal even een foto van een deken neerzetten. Ik heb nu 3 dekens gemaakt. Ik kreeg trouwens ook heel erg vaak de vraag toen ik dat nog op Insta had gedeeld van, goh, verkoop je die ook? Maar nee, ik verkoop ze niet. Het is namelijk van lontwol gemaakt en dat is gewoon best wel, ja, moeilijke, nou ja, niet moeilijk. Het is gewoon heel breekbaar, of niet breekbaar, maar fragiel stof. Ja, stofje, wol. In ieder geval, dat heb ik dus geleerd uit mezelf. En dat vond ik zo leuk. Dus toen dacht ik, ja, ik heb dat geleerd in 2022. Ik ben weer gaan lezen. Echt, vroeger was ik echt een boekenworm. Ik las echt zo ontzettend veel, maar eigenlijk is dat door de jaren heen helemaal verdwenen. En had ik daar geen tijd meer voor. Ik vond het niet meer leuk. Ik had geen zin meer in. Eigenlijk was ik ook veel te overprikkeld om überhaupt te lezen. Want ik kon niet eens een bladzijde lezen. Of ik dacht, wat heb ik nou gelezen? Ik ben overprikkeld, ik ben moe, kan het niet. Dat heb ik gelukkig helemaal niet meer. Ik heb dit jaar 12 boeken gelezen en daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb het weer helemaal teruggevonden. Dus nu lees ik elke avond eigenlijk, lees ik een boek. Dus dat wil ik lekker doorzetten in 2023. En verder wil ik dus weer een nieuwe skill leren. Want ik vond dat echt wel heel erg leuk, dat armbreien. Maar ik dacht, joh, kunnen we ook in iets anders gaan doen? Dus ik heb besloten om te leren hoe je oerbrood maakt. Deze broden.
ik vind dit zo lekker. Ook volg ik altijd al een Amerikaanse YouTuber. Dat is Allison Bickerstaff. En ik vind haar echt een en al inspiratie. Hoe zij in het leven staat. Een en al inspiratiebron, die vrouw. En zij is dus ook vorig jaar begonnen met broden bakken. En dat ziet er altijd zo lekker uit. En zij heeft toen een video gemaakt waarin zij dus uitlegt hoe dat moet. En nou ja, hoe je daarmee begint. Want het is echt een heel proces. Nou, daardoor ben ik echt helemaal geïnspireerd geraakt. Dus eigenlijk wil ik dat nu ook gaan leren in 2023. En ik vind het ook echt leuk om, nou ja, gewoon dingen te blijven leren. En nieuwe passie en dingetjes te ontdekken. Dus dat is een nieuwe skill die ik ook wil doorzetten. En verder, ik praat trouwens nu echt heel veel over mezelf. Omdat ik heb zoveel te delen. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd of jij een nieuwe skill gaat leren. Of dat jij denkt, goh, nu iets zegt, ik ga er eens over nadenken. Laat me weten in de comments. Ik ben benieuwd. Misschien dat ik daarover, daar inspiratie uit krijg. Dat ik denk, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel leuker. Bijvoorbeeld moestuin zou ik ook echt ontzettend graag willen. Gewoon leren tuinieren. Mijn vader heeft een moestuin en elke keer als ik daar kom ben ik zo jaloers. Ik vind dat zo leuk om ook te koken met dingen uit je eigen tuintje. Maar ja, dat is iets wat ik gewoon wil doen als ik straks een eigen huisje heb. Dan is het gewoon net iets makkelijker om echt een eigen moestuin te hebben. Want ik woon nu gewoon nog bij mijn moeder. Wat wil ik zeggen? Zoveel te zeggen. Oh ja, het is nu natuurlijk januari en ik ben bijna klaar met afstuderen. Ik heb natuurlijk een tussenjaar gehad omdat ik natuurlijk, wat ik net al vertelde, totaal niet lekker in mijn vel zat. Ik had een burn-out. Wat erbij kwam kijken, lukte natuurlijk helemaal niet meer dat ik kon functioneren en dan helemaal niet meer naar school kon. Ook al waren mijn cijfers echt super goed. Ik vind het ook een hele leuke opleiding. Ik trok het zeg maar zelf gewoon niet meer. Puur mentaal. Ik pak mijn sleek blush erbij. Ik heb echt elke dag weer wat anders op. Ik vind het leuk om lekker af te wisselen in de blush. Maar ja, ik ben dus nu bezig met Smart Solutions. En dat is een project dat je dan doet met verschillende opleidingen in het Engels. Ik heb echt een mega leuke opdracht. Ik heb ook een mega leuke groep. Echt ontzettend blij mee. Het is echt altijd lachen. Dus dat is echt heel chill. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord dat, nou ja, mensen een groepje hebben. Of gewoon dat het gewoon allemaal net niet is, zeg maar. Dus ja, ik ben daar echt ontzettend blij mee. En verder ga ik dus straks in februari, dus over een maandje, afstuderen. Ik heb ook al een afstudeeropdracht gevonden. Ik heb echt ontzettend veel gesprekken gehad om qua afstudeergesprekken. Ik had namelijk een oproepje geplaatst op LinkedIn. En op basis daarvan heb ik gewoon, ja, met diverse bedrijven gesproken. Ik vind het namelijk wel leuk om een beetje te oriënteren en te kijken wat een bedrijf in petto heeft. En waar ik mij gewoon, ja, heel fijn bij voel. Zeker na natuurlijk afgelopen 2 jaar dat ik denk, ik moet me echt wel fijn voelen bij een bedrijf. Ik wil echt geen, ik ben een workaholic, maar ik moet wel mezelf kunnen zijn. Anders gaat het gewoon niet goed. En ik heb een bedrijf gevonden waar ik, denk ik, ik weet het natuurlijk nog niet 100% zeker, want ik ben er nog niet begonnen. Maar mijn gevoel is gewoon echt ontzettend goed. En de opdracht is mega leuk. De mensen zijn volgens mij ook mega leuk. Dus ja, ik heb er heel erg veel zin in. Dus februari ga ik afstuderen van dus de studie Creative Business. Februari afstuderen, dat wordt even pittig. 40 uur afstuderen. Dus ja, ik denk ook niet dat er dan heel veel YouTube video's online komen. Want ik moet me natuurlijk wel even focussen op het afstuderen. Het scheelt dat ik geen scriptie hoef te maken, want bij deze opleiding hoeft dat niet. Ik ga echt een eindproduct ontwikkelen voor dat bedrijf. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Tot juni, volgens mij. Eind juni. En dan 2 dagen voor mijn verjaardag, 19 juli, 2 dagen daarvoor, hoor ik of ik afgestudeerd ben of niet. Dus nou, helemaal leuk. Helemaal spannend. Ik heb er eigenlijk heel erg veel zin in. Verder ga ik dus, zoals ik zei, heb ik straks een afspraak. Daarom Y-Food to the rescue. Voor een paspoort. Ik heb een paspoort. Ik heb namelijk in Costa Rica gewoond. Maar ja, toen was ik baby. Dus die paspoort is natuurlijk niet helemaal meer geldig. Dus ik moet een nieuwe paspoort aanvragen. Want ik ga namelijk naar Zuid-Afrika. Ik heb er ontzettend veel zin in. Eind maart. Is dat waar wat ik zeg? Nee. Eind april. Beetje midden eind april ga ik naar Zuid-Afrika. Lekker toeren daar, jeep toertjes, kijken naar de dieren. Het lijkt me ook heel erg mooi om van tevoren bij de kringloop bijvoorbeeld wat
leesboekjes, dat is niet handig. Misschien wat knuffeltjes, potloodjes, knusseldingetjes te halen. En daar te gaan doneren aan de plaatselijke kindjes die niet zoveel geld hebben, leven in armoede. Dat lijkt me echt prachtig om te doen. Dus dat is iets wat ik met mijn zus ga doen. Dus ik heb echt mega veel zin om daarheen te gaan. Lekker op avontuur. We hebben een hele planning. En we gaan ook echt op de auto slapen, zeg maar. 3 nachten volgens mij. Voor de rest wel echt hele gave hotels en hoe noem je dat? Van die lodjes en dingen midden in de savanne. Dus dat is echt zo gaaf. Maar ja, dat is natuurlijk ook een ervaring om lekker op je auto te slapen in zo'n tent. En dat je s'nachts niet naar buiten mag vanwege de leeuwen en de beesten. Dus als je moet plassen, heb je gewoon pech. Dus ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Dus daarvoor heb ik natuurlijk een paspoort nodig. Praat me trouwens nog niet over het vliegen, want mij niet bellen. Ik heb mijn vliegangst, wordt leuk. Maar goed, is nodig. En verder ga ik deze zomer ook nog met mijn vriendin naar Venetië. Ik ga nog met Sander op vakantie, we weten alleen nog niet helemaal waar. En ik ga nog waarschijnlijk naar Lapland met mijn vader, als ik afgestudeerd ben. Dus echt hele leuke dingen op de planning. Ik vind het echt helemaal leuk. Vorig jaar ben ik namelijk ook naar Ibiza geweest met een vriendin. En het was echt de tijd van mijn leven. Mooiste vakantie denk ik ooit, als ik erover nadenk. Dus ik wil die herinnering gewoon weer lekker voortzetten dit jaar. Lekker met mensen op vakantie gaan en dingen ontdekken. 2023 gaat ook heel erg in het teken staan. Al klinkt dat trouwens niet zo met al dit gereis. Maar voor het sparen. En niet sparen om het sparen, maar echt voor een doel. Het liefst willen mijn vriend en ik in 2024 uit huis. We willen een huis kopen. Dus ja, daarvoor moet je geld hebben. Dus ja, daar ben ik natuurlijk al jaren wel mee bezig. Dus dat is natuurlijk wel chill. Maar straks, als ik afgestudeerd ben, dan ga ik werken. Ik zie mezelf niet 40 uur op kantoor zitten. Dus ik wil eigenlijk gewoon lekker dit nog blijven doen. YouTube in combinatie met freelance werk. Met graphic design en zo. En conceptontwikkeling. Dus mocht je dan een logo nodig hebben of whatever. Een campagne of concept voor je bedrijf. Dan hit me up. In combinatie dus met wel werken bij een bedrijf. Als creatief strateeg. Dus ik heb er helemaal zin in. We gaan gewoon lekker van alles combineren. En natuurlijk, zoals je waarschijnlijk wel weet, mijn hele uitzet al bij elkaar gespaard. Dus ik heb eigenlijk niks meer nodig. Behalve een wasmachine, een droger, strijkplank, een frituurpan en een koffiezetapparaat. Maar een frituurpan en zo laat ik over aan mijn vriend. Want heel eerlijk, ik frituur nooit. Als ik frituur eet, dan is dat bij hem. Dus hij heeft daar meer verstand van dan ik. Wij hebben ook nooit een frituurpan gehad in huis. Wij hebben altijd een airfryer. Dus daar moet ik mij niet, dat moet ik maar niet op mij nemen, die zorg. Want ik ga niet de goede frituurpan halen, denk ik. Ik heb er gewoon geen verstand van. Ik doe ondertussen even mijn mascara op, die eigenlijk bijna op is. Van Pupa, I don't know. Eigenlijk vind ik de Maybelline en deze trouwens ook echt heel erg fijn. Maar hij is dus bijna op. Ik wil nog wel heel even het hebben over het nieuwe jaar en die goals en plannen en dingen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je niet te veel hooi op je vork moet nemen. En dat je, tuurlijk, ik heb bijvoorbeeld ook een moodboard gemaakt met, dat is trouwens voor het eerst. Omdat ik me nu gewoon wat chiller voel, vind ik het gewoon fijn om een soort inspiratie te hebben. En te zien elke dag van, hier streef ik naar of zo. En dat heeft niks te maken met afvallen of, trouwens, als je dat wel wil doen, zeker doen. Maar het is meer voor mij echt de inspiratie van bijvoorbeeld brood bakken. Er staat broodjes op die moodboard. Er staat work smarter, not harder. Happy, bloom. Het heeft heel erg gewoon te maken met mijn persoonlijke groei. En gewoon eigenlijk vooral doorgaan met waar ik gebleven ben. Dus niet zozeer dingen willen veranderen. Als jij dat wil doen, moet je dat ook zeker doen. Ik zeg ook niet dat je dat niet moet doen. Maar ik denk dat als je iets zeg maar wil veranderen of zo. Of wil verbeteren. Dat ook echt een gewoonte moet worden. En dat je dat ook moet doen omdat jij dat wil. En niet omdat anderen dat willen of zo.
Je ziet natuurlijk heel veel nu op social media. Nieuw jaar, nieuw me. Ik wil dit en dit streven en halen in 2023. En ik wil vooral eigenlijk mededelen van blijf bij jezelf. Doe wat jij wil en wat jij kan. En waar jij gelukkig van wordt. En niet omdat een ander dat kan bereiken of wil bereiken. Wees gewoon dicht bij jezelf. Blijf dicht bij jezelf. En bijvoorbeeld vorig jaar en eigenlijk de jaren daarvoor toen ik me zo ellendig voelde. Had ik helemaal geen puf om een moodboard te maken of plannen te maken. Ik kon het niet. Het enige wat ik wilde en wenste is mezelf gelukkiger voelen en beter voelen. Dus mocht dat jouw doel zijn of jouw streven voor het nieuwe jaar, dan is dat al genoeg. Het hoeft niet een heel waslijstje te zijn met punten en dingen wat jij wil veranderen of wat jij wil halen. Als jij één ding hebt, bijvoorbeeld alleen al je gelukkig voelen, en als dat al zoveel werk gaat kosten, zeg maar, dan is dat echt al zat. Dan is dat al genoeg. Het hoeft geen to-do-lijst van hier tot Tokio te zijn om te voelen dat jij jouw doelen hebt behaald. Eén doel, of niet eens een doel, gewoon 2023 doorkomen, maar dan is dat al genoeg. Dus blijf lekker bij jezelf. Laat je niet misleiden en verleiden. En doe gewoon wat jij zin in hebt. Dat is wel echt iets wat ik wil meegeven. Ik doe nog even een lippenbalsempje op en dan vind ik het eigenlijk wel weer gescheten. Lekker roze. Vreselijk. Maar ja, deze is heel fijn voor rituals. En die geeft nou eenmaal roze af. Dan was dit eigenlijk een beetje mijn dagelijkse make-up look. Ik verschil elke dag in blush en highlighter. Ik heb gewoon ontzettend veel blush en highlighter. Dus vind ik dat leuk om daarin een beetje te veranderen. En dit was ook gelijk een beetje een update van het komende jaar, van mijn leven. Ik ben heel erg benieuwd waar jij je mee bezig gaat houden in 2023. Of je plannen hebt. Of nou ja, gewoon hoe het met je gaat. Laat het weten. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het wel leuk om die interactie aan te gaan met jullie. Ja, dat eigenlijk. Heb ik alles gezegd? Ik weet het niet. Ik vond het leuk om even weer te kletsen. Misschien moeten we dat weer vaker doen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij een gelukkig 2023 dus gaat hebben. En kies voor jezelf. Blijf bij jezelf. En bedankt voor het kijken. Vergeet dus niet even, als jij wil weten wat ik heb gebruikt voor alle troep op mijn gezicht, check even de beschrijving. En ook de YFood kortingscode voor YouTube voor 10% korting. Mega chill voor onderweg ook. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als jij vaker kletsvideo's wil. En te abonneren op mijn kanaal. Dan komt dat er zeker aan. En tot de volgende video weer. Doei doei!